Dit is profkeeper Mees Bakker. En in de voorgaande jaren heeft hij een FIFA-kaart gehad, maar dit jaar helaas niet. Maar daar gaat vandaag verandering in komen, want wij gaan samen met hem onze eigen FIFA-kaarten maken. Ben je er klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Let's go. Nou, als eerste beginnen we met sprinten. Je snelheidsstatistiek op FIFA was 29 vorig jaar. Niet hoog. Dat is niet heel hoog. Ik weet dat ze met alle keepers is de snelheid gewoon heel laag. Oké, sprinttest. Mees staat aan de andere kant met de timer, met de stopwatch klaar. We gaan van 16 tot 16, is ongeveer 35, 40 meter. Ik ben relatief snel, maar ik ben bang dat onze professionele keeper vandaag misschien wel wat sneller is. Dus we gaan het zien. 3, 2, 1, go! Dat was best wel snel, toch? Ik zag snel uit in ieder geval, ik moet mijn best doen. 3, 2, 1, go! Alles eruit gepest, erin zat. Je was snel. Hoe snel denk je dat je was? Was je sneller dan mij of niet? Ik heb de tijd hier. Ik denk het wel. Je reactie gezien. Wat had jij, 5.4? Ja, 5.47. 5.1. 5.27. Oeh, in de buurt. Oh, het scheelt niet veel. Oh. Dus je bent wel sneller dan mij. Dat had ik niet verwacht. Maar we gaan nu nog tegen elkaar. Bijkomen. Ja. Okay, even de tijd. Komt goed. Let's go. Oké, de echte sprintrace, Mees. Ja. Die gaat het om. We gaan het echt zien, jongens. Countdown. Geen valse start, hè? Ik ga het eerder bij jezelf. De VAR kijkt mee, jongens. Kijk even naar zijn voet. Ik wou net zeggen, je bent nu aan het vals spelen, jongen. Dat kan toch niet? 3, 2, 1, go! Op mijn gevoel kwam ik wel echt bij een beetje. Dat had niet heel veel langer moeten duren. Nee, maar net niet genoeg. Dus ik denk dat je toch wel een hogere statistiek hebt dan mij. Mooi. Maar goed, we hebben nog zoveel dingen te gaan. Reflexen, trappen, duiken. Wat allemaal nu. 1-0. Oké. Ja, in het begin heb ik echt veel met mijn eigen Ultimate Team poppetje gespeeld, maar op een gegeven moment heb ik gewoon op de bankje gezet. Ja, dat is slecht. Als ik een FIFA kaart had, dat ik sowieso de hele dag met mezelf ja, mijn Ultimate Team was op een gegeven moment gewoon een weekend league, was gewoon klaar. Dat is nog geen zin meer. Nou goed, je staat nu op het veld, niet achter controller. Ja. Reflexen, je statistiek 62. Gaat wel omhoog. Ja? Nou, we doen dus 10 ballen. Iedere bal is 10 punten waard. Mijn reflexen zijn best wel sterk, vind ik zelf. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij het gaat doen. Ah, die laatste trekker hoor. Is op een laag, jongen. Wat moet ik hier? Moet je reageren. Oh, lekker man. Ik heb je wel gegund, hè? Er zijn 2 ballen erover. Dat is waar. Ronde 2. Je hebt nu 5 van de 5. Als je alle 5 pakt, heb je gewoon reflexen 100. Niet normaal. Maar doe het eerst maar eens. Ja. Waar waren twee moeilijke tussen. Ja, je hebt fijn naar de zijkant. Ja. 8 balletjes. 8 ballen. 80. Dat is toch beter dan 62? Beter dan 62. Oké, nu moet ik even compenseren. Ja! Ja! Oh, ik zag je kijken voor die laatste, jongen. Je moest er hard voor werken. Je moest er hard voor werken. Hij gaat een plaats in die hoek, dacht ik. Lekker, man. Mees, trappen. Je zegt dat het een van je betere statistieken is. Ja. Nu is je kans om het te laten zien. Succes. Perfect. Oh, dan raken we die slecht, hè. Oh! Oei, oei. Kijk. Ah, netjes. Je mag niet fout gaan. Niet helemaal tevreden, maar prima, kom beter. Je hebt er 9 gehad. Tijd toch, we hebben nog één speciale over. Ja, de speciale ken je de keeper Ibrahim Alma. Zeg dat je wat. Ja. Weet je dan ook meteen wat ik bedoel? Iran, of niet? Ja, weet je wat hij doet? Het is vuist. Ja, succes. Ja, hebben we nog nooit gedaan dit. Dit is iets wat niet veel keepers kunnen. Ik zeg ook niet dat het een super goede techniek is of dat je het echt moet gaan doen in een wedstrijd of wat dan ook. Het is gewoon heel mooi om te zien en ik ben benieuwd of het kan. Blijf maar staan! Had ik niet verwacht, dat is wel mooi. Leuk man. Ja, ik eerlijk gezegd niet verwacht. Misschien dat ik hem ga gebruiken in de wedstrijd. Ja, netjes man. Maar voor een eerste poging, echt heel goed. Yo. Netjes man. Yo. 1 dropkick je die een beetje? Ja, dat is... Vergeten we snel. Oké, mijn beurt. Mijn trappen wordt langzaam steeds beter. Ik ben best wel, hoe zeg je dat, zelfverzekerd in mijn trap. Dus we beginnen met de sidevolley 3 keer. Ah, kwaliteit. Ah,
Hij is goed, hè? Maakt niet uit of je valt of hoe het eruit ziet. Hij kwam goed, hoor. De richting was goed. Die was lekker, hè? Ja, sidevolley zit er goed in. Nu tijd voor de dropkickjes. Daar gaan we. Zo. Ja, de richting was goed, hè? Niet goed kunnen. Niet? Ja, te ver, hè? Oké. Okay. Raak ze wel lekker, maar te hard. Dus we gaan een beetje stapje naar achter. Kijk. Zo willen we ze zien. Perfect. Nu nog 3 van de grond en dan de speciale. Niks geks. Gewoon lekker rustig aan een balletje trappen is dit. Laatste. Beetje strakker. Oké, ik compenseer met de laatste. De Jabulani. We hebben altijd 1 speciale bal bij ons. Jullie kennen deze bal wel. Hij vliegt heel raar. Het is echt de beruchte knuckleball. Dat zullen jullie dadelijk ook misschien met de schoot gaan nemen. Maar eerst Ibrahim Almastra. Hey. En zo doen we dat. Hij niet verkeerd. Hey, kijk, daar gaat hij. Ja, niet verkeerd voor trappen toch? We gaan door. Trappen ging echt lekker, man. 1 afzwaaier na. En deze? Die is top. Ik ken niet veel keepers, dus die heb je in je broekzak. Ik wil hem wel in de wedstrijd zien. Of op de training tenminste. Gaan het proberen. Handling is de volgende oefening. Eigenlijk een leuke oefening, maar een pittige oefening. 1 keeper staat hier met de benen wijd. Krijgt de bal tussen zijn benen gerold. En je moet hem maar van de lijn zien te halen. Dat is wat we doen als keepers, toch? De bal mag niet over de lijn komen. Ik vind het echt een top oefening. Heb je kracht? Oh, nee. Oh, ik struikel gewoon, jongen. Het veld helpt niet. Oh, nee. Klein varretje. Het scheelt echt niks, hè? Ze zeggen, hele bal moet over de lijn. Jullie mogen kiezen, kijkers. Goal of geen goal? Ik denk geen goal. Ja, ik denk wel dat het een goal is. Jullie mogen kiezen, laat me weten in de reactie. Oh. Nee! Oh. Doe je jezelf aan. Zonde. Ah, ik was te laat sowieso. Klaar voor? Nee. Ah, Steve, veilig. Oh, ik maak het je veel te makkelijk, man. Oh, wat is dat? Wat gebeurt er? Heel snel. Of jij was te langzaam. Wat veel te makkelijk, man. Hij heeft hem! Hoi, joh. Ja, lekker man. Kan ik niks tegen. Hij zit vast. Ja. Nou, je handling ging echt lekker. Een paar lekkere balletjes gepakt. Hele pittige oefening. Maar het ging goed. Positionering. Nou, 5 ballen van die kant, 5 ballen van die kant. Op het teken ja, kom je in positie, krijg je een paar ballen op de achterhand. Kijk hoeveel je er pakt. Ja. Haas, eerste bal. We houden het even rustig om te beginnen. Maar nu niet meer. Ah. Hij zit er goed bij, hoor. Zo. Zet een zwammetje aan. Ja. Oh. Wat een redding, hé. Ik dacht, daar kan hij nooit bij zitten. Lekker, man. 5 van de 5. Ja. Het scheelde zo weinig. Schiet hem echt alles of niet, man. Goed. Die willen we zien. Ik was die aan het zoeken, hè? Dat doe je niet, Steve. Andere hoek. Dit is je betere hoek. Ik heb geen hoek. Oh, hij heeft geen hoek. Ah, hij had de 5 vorige ronde. Nu moeten we wel minimaal eentje kunnen scoren. Ja. Oh, netjes. We moeten maar eentje kunnen scoren, hè. Moet even de secret weapon gaan gebruiken. De Jabulani. Deze houdt hij sowieso niet tegen. Ja. Lekker man, netjes. Oh, nog eentje. Hij kan ze niet allemaal pakken, dat mag niet. Bij de bal. Oh. Ik heb er pas eentje doorgelaten nu, hè. 1 te veel. Ja, is 1 te veel, ja klopt. Maar dat maakt niet uit. Ik compenseer nu wel. Dat doe ik niet heel veel vaker denk ik. Zo. Wat is dit nou weer, jongen? Het wordt niet beter dan dit denk ik. Nee. Ah!
Mooie redding. Ah, ik heb er 3 doorgelaten. Ah, in ieder geval, was niet slecht. Jij niet helemaal slecht. Niet. Maar maakt niet uit. Nu komen de vrij trappen. Dat is mijn ding. Dat is kwaliteit. Ik vind het echt top. Daar gaan we. 10 ballen, 10 vrije trappen. Dit is waar het echt om draait. Daar gaan we. Eerste bal. Die is vies, hè? In de korte hoek. Kan je niks tegen. Kan je niks tegen. Oh, scheelt niks. Scheelt echt met een stuiter ook nog. Die lage ballen zijn als keeper echt de moeilijkste, vind ik. Oh, wat een redding. Oh! Hey, doe eens normaal, man. Hey, die zat er echt lekker in, hoor. Ik dacht, ik kan die nooit hebben, maar hij pakt hem gewoon. Het is tijd. Het is tijd, mees. Als je die bal eruit pakt, dan moet ik wel. Geheime wapen. Geheime wapen, speciaal voor jou. Oh, hey, lekker man. Doet die even hoor. Niet normaal, hé. Kan je niet vangen die bal. Doe je goed. Maar je bent nog niet klaar. Je hebt 1 keer gescoord pas. We hebben wel een paar lekkere reddingen al. Gaat goed. Haha, yes! Oh, je zat eraan, hè. Scheelde niks, maar die zat er zo lekker in, jongen. Hey, waar was je? Was je koffie drinken? Doe je niks tegen. Hij vangt hem gewoon. Hey, wat is dit dan? Ja, het zit allemaal mee vandaag. Jezus man, dit is niet normaal. En nu moet ik nog gaan keeper zeker. Ja, naar huis jongens. Oh, wat een redding. Hey, echt, wereldkeeper man, niet normaal. Yo. Maar kan je ook schieten? Is de vraag. Dat hebben we bij de vorige ballen gezien. Ik ben benieuwd. Oh! Jee! Dan moeten we het geheime wapen maar inzetten. Ja, dan kan je alleen maar verklappen. Hey, nou, redding is redding. Zit er niet in die vrije trap vandaag? Met laag linker onderhoek kan die nooit bij. Dat is een zwakke plek. Ik heb geheime informatie gekregen. Dan moet het maar zo. Dan moet het maar zo. Zit het ook niet mee hoor. Ah, mooi dit. Oh, wat? Waarvoor is hij gemaakt? Dat is niet eerlijk, jongen, met die bal. Kijk hoe die beweegt. Oké, dat was het voor duiken, vrij trappen. Er zaten wel een paar mooie schoten, een paar mooie reddingen tussen, ja. Niet verkeerd. Oké, we gaan nog 1 ding doen. Dit is een bonus segment. Two-touch, dus aanname, schieten. De keeper in de goal, die gooit de bal uit, je neemt hem aan in de cirkel en je trapt gewoon een goal. We doen allebei 5 ballen. Oké, ready mee. Na jou, jongen. Mag maar 1 keer raken. Oh! Zat-ie? Ben eerlijk. Ik heb echt geen idee. Oh jongens, hey, maar dit was de trap hè. Als je nu nog niet geliked hebt en geabonneerd, doe het even, want dit is echt waar. Dit is wat we hier doen op deze YouTube channel. Maar volgens mij zat hij wel. Wat een begin. Nou, ga maar komen. Je scheurt bijna mijn hamstring af met die aanname. Zo, ik ben flexibel, maar niet zo flexibel. Laat me filmen. Hey, wat is dit? Daar gaan we weer. Oh, netjes man. Oh! De laatste bal is natuurlijk de magische bal. Laat maar komen. Tevreden na het eerste schot, eerlijk gezegd. Dat was al als hij zat. Ja, als hij zat. Dat ik weet het niet. Ik denk eerder dat hij wel zat dan dat hij niet zat. Maar als hij niet zat, dan was de wereld er een. Ja. Maar goed, jij bent nu in de buurt. We moeten minimaal 1 scoren. Minimaal. Mooie redding. Doe je niks aan. Doe je helemaal niks aan. Zo, lekker man. Wat een redding! Wat een redding! Oh.
Hey, lekker geschoten man. Ja. Dat is echt top. Goed gedaan man. Ik denk wel dat jouw FIFA-kaart net wat beter is dan die. Volgens mij ben ik goud voor het eerst in mijn leven. Ja, dan ben ik brons. Nou, dat was hem. En dit zijn onze FIFA-kaarten. En volgens mij meestal is die van jou net wat hoger dan die van mij. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als jullie hem leuk vonden, laat even een reactie achter. Like de video en vergeet niet te abonneren. En we zien jullie in de volgende video.